Een volledig leeg park. Beste gasten en fans van Wildlands, wat gek om op deze manier met jullie te communiceren, maar dit zijn hele vreemde tijden voor iedereen. En ook voor ons, want we hebben afgelopen vrijdag ons mooie park moeten sluiten. En dat doet ons en heel veel vaste bezoekers pijn, maar we hadden geen keuze meer. Echt sluiten kan niet, want heel veel werkzaamheden moeten doorgaan, zoals dierverzorging, voeren van dieren, technische klussen en bijvoorbeeld schoonmaak. Ik kan me ook voorstellen dat heel veel mensen veel vragen voor ons hebben en benieuwd zijn hoe het gaat met onze dieren en dierverzorgers. Die berichten krijgen we inmiddels heel veel. En daarom willen we jullie in deze vervelende tijd een kijkje achter de schermen geven. We willen onze abonnementhouders de mogelijkheid geven om vragen in te sturen die bij hen leven. En ook vragen van kinderen zijn meer dan welkom. Op onze social kanalen kan iedereen het Wildlands Backstage Journaal volgen. We zullen deze journaals elke maandag, woensdag, vrijdag en zondag live zetten. We hopen dat jullie op deze manier toch nog een beetje van ons park en onze dieren kunnen genieten. Hopelijk zien we elkaar snel weer en in de tussentijd let goed op jezelf en op elkaar.